Yo, what's up guys, Samuel en Nua hier. Welkom bij een nieuwe video. Dit is een iets ander soort video, maar dit is wat jullie om hebben gevraagd. Ik ben een tijdje wat minder actief geweest, maar dat heeft zijn redenen. Het is kwartaal 4, super drukke periode, Black Friday, Cyber Monday, kerst. Noem het maar op, gewoon gekkigheid binnen mijn branche, of in ieder geval de business die ik beoefen. Dus wat we in deze video gaan doen, ik ga jullie ten eerste gewoon meenemen vandaag. Wat leuke dingen laten zien, maar we gaan ook een recap doen op de resultaten die ik heb behaald. En de lessen die ik eruit heb gehaald, want ik heb heel veel dingen goed gedaan, maar ook echt super veel dingen fout. Dus kom met me mee, woonkamer in. Met this pretty thing, nice to meet you, mucho gusto, sweeter than a churro. Oké, ik heb net wat werk gedaan. Ik was even mijn business manager bezig voor een van mijn brands. Daarnaast heb ik druk supplier contact gehad. Zojuist, mensen vragen me wat ik gedurende de dag vaak doe. Maar dit is er dus een van. Ben ik gewoon op een mobiel ding aan het regelen met leveranciers. Waar ik super goede banden mee heb opgebouwd. Ik had wat achterstallige berichten, omdat het gewoon een mega drukke periode is. We zitten midden in kwartaal 4. We hebben Black Friday gehad, we hebben Cyber Monday gehad. Gewoon totale gekkenhuis was. Ik zal jullie even wat resultaten laten zien. Hier, dit was op Black Friday. 55.000 euro in één dag, wat echt bizar is. Helemaal als ik terugkijk naar bijvoorbeeld 2,5, 3 jaar terug, dat ik zelf bijvoorbeeld een e-commerce, een dropshipping tegenkwam. Waren dit bedragen waar ik bijvoorbeeld van droomde om in een maand überhaupt om te zetten. En dat je dan nu in een dag weet om te zetten, dat laat alleen maar zien hoe snel dingen kunnen veranderen. Oké, de gehele Black Friday week was gewoon gekhuis. Ik zal jullie daarvan ook wel even de resultaten snel laten zien. Zoals je ziet, meer dan 2 ton weten om te zetten binnen een week, binnen 7 dagen. En om heel eerlijk met jullie te zijn, had dit veel beter kunnen zijn. Kijk, ik ben wel tevreden als ik terugkijk, maar heel eerlijk gezegd heb ik gigantisch veel fouten gemaakt deze week. Later in deze video ga ik jullie exact vertellen, als we achter mijn laptop zitten, wat ik dan fout heb gedaan. Je moet kritisch zijn en ik ben heel kritisch naar mezelf. Het had veel beter gekund en heel veel mensen die delen hun fouten niet. Of die laten alleen het succes zien of hoe goed het gaat. Maar ik vind het juist heel belangrijk om wel mijn fouten te delen. Omdat, kijk, waar fouten zitten, dat is waar je leert. Dat is waar de progress zit. En de mensen of de ondernemers die alleen maar zeggen hoe goed dingen gaan en dat ze nooit fouten maken, dat is gewoon complete onzin. Want fouten maken doet iedereen en dat is de enige manier hoe je gaat groeien. De mensen het niet al zien. Oké, dit is Sky. Heb ik jullie nog niet aan voorgesteld. Ze is 12 weken oud. Ik heb haar sinds dat ze 8 weken zo is. En jullie zien het waarschijnlijk niet, want ze is nog steeds heel klein. Maar ze is super snel gegroeid. Wat ik voor het eerst zag was echt zoiets. Maar Blue Merle, Franse Bulldog. Dus hier gaat ook best veel van mijn tijd en energie heen. Maar het is natuurlijk super leuk. En jullie zien het. Hey Sky. Happy on the asset social, man. Royalty over royalty, y'all niggas know the vibes. Fuck your cutie's beat. Yeah, okay. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Oké, zoals besproken ging ik een giveaway doen. Het regent een beetje, dus laten we snel gaan kijken wat ik ga weggeven. Zoals jullie zien, gloednieuwe PlayStation 5. Die kan van jou zijn. Het enige wat je hoeft te doen is naar mijn Insta te gaan en mijn allerlaatste post 2 vrienden te taggen. Met kerst maak ik de winnaar bekend. Oké, zoals jullie net hebben kunnen zien, de PlayStation 5 giveaway. Super tof. Kijk, vroeger, dat weten heel veel mensen niet, was ik echt een gekke gamer. Echt 24-7 was ik gewoon ermee bezig. Dat ik zo'n jaartje 15, 16, 17 was. En nu, ik heb er gewoon eigenlijk vrijwel geen tijd voor. In ieder geval nu, omdat het kwartaal 4 is. Zoals velen weten is dat gewoon gekhuis. En die PlayStation 5, ik haal hem straks zelf wel weer in februari. Hij lag nu al 2 weken
zoiets bij mij thuis, dus besloot om hem weg te geven. Dat ik vroeger heel veel gamede, was ik ook totaal nog niet bezig met andere dingen. Mijn toekomst, geld verdienen of überhaupt waar ik heen ging. Ik dacht gewoon alleen aan toen jong zijn en zo is dat voor velen waarschijnlijk. Wat ook totaal niet erg is. Maar op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik gewoon in een fabriek begon te werken. En dat was een fabriek die allemaal verse maaltijden maakte voor de Albert Heijn, salades, pizza's. En dat heeft wel mijn ogen geopend. Want ten eerste, kijk, het verdiende op zich wel prima, maar het was, 10 euro per uur of zo. En ik was toen 17, 18. En voor op dat moment, in het begin, was dat allemaal prima. Alleen, dat heeft me echt toen beseffen wat ik niet wou. Want ik ging daar dag in dag uit echt met extreme tegenzin naartoe. Ik voelde me echt kut. Ik werd gewoon een beetje zieldood van binnen doordat ik dat werk deed. Want ik voelde me gewoon net een robot. En toen zijn mijn ogen wel geopend van als je echt iets wilt gaan doen, Samuel, moet je wel verandering gaan aanbrengen. Want op deze manier ga je misschien later, als je oud bent, ook in deze fabriek werken. Want ik kwam daar dus iemand tegen waarmee ik in gesprek raakte in die fabriek. En we waren gewoon allebei bezig met, soort salades maken of zo. En hij begon dus een gesprek met mij. En op een gegeven moment vertelde hij dat hij was 45 jaar oud. En hij had een hele lange tijd voor Nike gewerkt. En hij was een head officer of design. Hij hielp dus echt met het designen en ontwerpen van nieuwe lijnen van Nike. Hij had een vrij hoge job daar. Dus op een gegeven moment, ik raakte natuurlijk geïnteresseerd in zijn verhaal. Want ik dacht, wow, ja, je hebt voor Nike gewerkt. Hij had een hele goede job. Hij vertelde me, hij reed een X5. Hij had gewoon zijn vrouwtje, zijn kinderen. En ik dacht van ja, hoe kan het dat hij in deze fabriek terecht is gekomen? Ik ben 18, ik werk hier met extreme tegenzin. Hij zit hier ook. Nou ja, hij vertelde dat hij op een gegeven moment kreeg hij kinderen. Toen dacht hij, ik neem gewoon een lange tijd vrij om bij het opgroeien van mijn dochter te zijn. En doordat hij zo lange tijd vrij had genomen, laten we zeggen een half jaar, zijn er in die tussentijd heel veel dingen veranderd in zijn bedrijf. Waar het eindstand op neerkwam, om een lang verhaal kort te maken, is hij toen die baan kwijtgeraakt, is hij zwaar gedemotiveerd geraakt en werkt hij nu in een fabriek. Hij is zijn vrouw kwijtgeraakt, zag zijn kinderen bijna niet meer. En ja, dat heeft me toen op dat moment wel aan het denken gezet. En ik vertel dit verhaal omdat, kijk, ik heb toen op een gegeven moment, daarna die zomer heb ik die baan opgezegd, heb ik een boek gekocht. Ik ben dat boek gaan lezen en toen is het voor mij echt duidelijk geworden van oké, als je iets wilt bereiken moet je er zelf achterna gaan en niemand gaat het je geven. Laat niemand je zeggen wat je wel of niet kan, want alles is mogelijk. Wat ik gewoon wil meegeven, ik ga niet zeggen dat je niet voor een baas moet gaan werken. Want je moet gewoon doen waar je jezelf goed bij voelt. Maar wat ik wel wil meegeven is, kijk, uiteindelijk wil je iets doen waar je zelf gelukkig van wordt. En je bent de enige die het heft in handen kan nemen. En het mooie is wel dat ik toen, na deze zomer en toen ik echt mijn ogen geopend waren, toen ben ik actie gaan ondernemen. Op een gegeven moment ben ik toen e-commerce, dropshipping tegengekomen. En ben ik gewoon begonnen, weet je. En helemaal waar voor mij alles veranderd is, is dat ik branded dropshipping ben gaan doen. Ik zat de eerste paar maanden een beetje te kloten. Wat iedereen doet als hij iets nieuws tegenkomt, wat heel normaal is. Maar voor mij is alles veranderd en zijn alle deuren geopend toen ik met branding ben begonnen. Dus branded dropshipping is echt mijn startschot geweest. Vanaf dat ik succesvol ben, heb ik brands gehad. En je hoeft helemaal niet veel geld te hebben. Totaal niet. Je kunt gewoon beginnen tegenwoordig. Je hebt echt maar, laten we zeggen, 100 euro nodig om een store te openen, wat producten uit te kiezen. En je kunt al knallen. Het zijn tegenwoordig zoveel verschillende businessmodellen waar je geld mee kunt verdienen. Dus
als mensen tegen mij zeggen, ja, maar ik heb het geld niet om te starten of dit of dat, is allemaal gelul. Die mensen houden zichzelf voor de gek. Als je echt iets wilt, dan kun je het doen. Zoals besproken zou ik nog een recap doen over de resultaten die ik heb gehaald op een Black Friday, op een Cyber Monday. Zoals jullie hier zien, de afgelopen 30 dagen, we zitten hier in een Shopify store van mij, zoals je ziet. Deze store heeft in de afgelopen 30 dagen meer dan 350.000 euro weten te draaien. Wat natuurlijk mega is. Dan gaan we naar 27 november. Laat me even kijken. Dat was Black Friday. Zien we, zoals ik eerder ook had laten zien, 55.000 op één dag. Dit is gedaan met 40.51% terugkerende klantenpercentage. Zoals we hier zien, op de gehele Black Week 203.000 euro weten om te zetten. Ook mooie percentages. En op de maandag, toen ik begon met adverteren voor Black Friday, ja, draaiden we gewoon bijna 60% terugkerende klanten. We gaan hier naar Klaviyo. Dit is een platform waarmee je e-mail marketing kunt doen. Waarmee je dus mailtjes kunt sturen naar onder andere klanten waarvan je e-mails gecaptured hebt. Wat ik dus goed heb gedaan, geloof het of niet, voor deze brand had ik nog nooit eerder e-mail marketing gedaan. Of in ieder geval, ik heb er nooit tijd en energie in gestoken. Nu, met Black Friday en kwartaal 4, heb ik dat wel gedaan en het heeft zich enorm uitbetaald. Want e-mails versturen is gratis. Ik heb alleen een abonnement op Klaviyo. Je betaalt een klein bedrag, volgens mij. Ik weet het niet eens precies uit mijn hoofd, maar het is afhankelijk van hoeveel e-mailadressen je gecaptured hebt. Dus als je hiermee begint en je bent net met je brand bezig, kost het je eigenlijk helemaal niks. Het is in het begin gewoon gratis. Ik betaal volgens mij, wat is het, een paar honderd euro per maand. Zoals jullie hier zien, is afgelopen 30 dagen total revenue, hier staat het in dollars, 383.000 euro weten om te zetten. Waarvan 73.000 euro van Klaviyo. Dus revenue van Klaviyo, zoals je ziet. Al deze campaigns zijn gestuurd naar mensen die al eerder wat hadden besteld. Want ik zelf ben niet een heel groot fan van pop-ups op mijn website. Om e-mails te capturen. Ik weet dat heel veel brands dit wel doen. Maar ik zelf kijk er op een andere manier naar. Als ik naar een website ga of naar een brand ga die ik tof vind, klik ik zelf gelijk de pop-ups weg. Dus als er in mijn beeld komt, meld je nu aan voor deze newsletter. Mij boeit dat niet. Klik ik altijd weg. Dus waarom zou ik het voor mijn eigen brands wel doen, snap je? Maar om terug te komen op de campaigns. Zoals je hier ziet, dit was de allereerste e-mail campaign die we eruit sturen. Black Friday start, dus het begin van Black Friday. Hierin gaf ik eigenlijk alleen maar aan dat de Black Friday sale begonnen is. We kortingen hadden die we nog nooit hadden gehad, mega grote kortingen. En dat klanten dit gewoon echt niet wouden missen. En zoals je ziet hier, 20.000 euro heeft deze e-mail opgeleverd. En dat is van één e-mail, dat moeten jullie beseffen. Eén mailtje heb ik naar elke klant hier eruit gestuurd. En die heeft in totaal 20.000 euro opgeleverd. Is niet normaal, want je betaalt hier helemaal niks voor. En zoals je dan hier ziet, ben ik daarna om de paar dagen verder gegaan met e-mail sturen naar klanten. Hier op Cyber Monday nog een campaign, 12.000 euro opgeleverd. En dit was laatst, had ik nog een e-mailtje gestuurd die 6.000 euro heeft opgeleverd. Dus hier zien we echt de kracht van e-mail marketing. En ik heb dit zelf voorheen onderschat, dus een fout van mij. Dus het enige wat ik kan zeggen, begin hier gewoon mee. Via Klaviyo doe ik zelf niet de abandonment card. Zoals jullie zien, hier heb ik wel een paar flows aangemaakt. Maar ik had in de app Abandonment Protector had ik al een hele mooie e-mail flow staan. Die eigenlijk veel beter presteerde. Ik heb het hier wel even getest. Dus toen dacht ik eigenlijk van ja, waarom laat ik die niet gewoon aanstaan. Maar nu gaan we terugkomen op mijn fout. We zitten hier op checkoutx.com. En dat is een software waarmee je een alternatieve checkout kunt gebruiken dan die van Shopify. En dit is super tof, want zoals velen weten kan de checkout van Shopify soms wat vervelend zijn in de zin van dat het in heel veel stappen gaat. Dus ik wou het voor mijn klant veel makkelijker maken en gewoon een one-page checkout kunnen aanbieden. Voordat ik er verder dieper op inga, wil ik jullie sowieso even laten zien hoe het eruit ziet. Als je het op je store hebt, zie demo. Oké, kijk, zoals jullie hier zien, is dit dan je checkout pagina van CheckoutX. Alles staat op one page en klanten kunnen dan gewoon op één pagina heel snel afrekenen. Dus
De tijd die het een klant kost om af te rekenen vergeleken met de gewone checkout van Shopify wordt gehalveerd. Waardoor je conversie enorm omhoog gaat. Mijn conversie is toen enorm door omhoog gegaan. Want je kunt ook customize, je kunt hier je logootje neerzetten. Payment badges, zoals je ziet, hier komt dan natuurlijk ook je ideal, alles komt hier te staan. Maar om terug te komen waar het voor mij fout is gegaan, is voordat de Black Friday week er was, of in ieder geval voordat het begonnen was, gebruikte ik dit al een maand of ongeveer 2 maanden. Op dat moment liep alles goed, alleen kwam ik hierachter dat mijn purchases vrijwel niet goed getrackt werden. En dit was extreem vervelend, want ik draaide een hele goede omzet, zoals je hier kunt zien. Met, dit was, jullie gaan schrikken, maar dit was met €1400 ad spend. Deze omzet gedraaid, wat natuurlijk mega is. Want extreem hoge winstmarge. Alleen in mijn Facebook Ads Manager stond het dat ik gewoon heel slecht had gedraaid. Of in ieder geval de purchases werden helemaal niet getrackt. Soms werden de aankopen getrackt, maar niet de aankoopwaarde. Dus dat was op dat moment waren het al gelijk rode vlaggen die bij mij in mijn hoofd opkwamen. Dus ik dacht ik laat het nog even lopen. Dus dag erna weer gaan checken. Boom, nog steeds niks. Dus ik kon niet schalen, want als je geen data hebt, kun je niet schalen. Facebook gaat je advertenties laten zien aan verkeerde mensen. Omdat Facebook denkt, what the fuck, je steekt zoveel geld erin. Maar wij zien dat je helemaal geen omzet ervoor terugkrijgt. Dus waar ben je mee bezig? Wij gaan op andere mensen targeten. Dus om een lang verhaal kort te maken, was na 3 dagen tijdens deze week was eigenlijk mijn pixel soort van verneukt. Dus dat was heel vervelend, want daardoor moest ik helemaal opnieuw gaan optimaliseren. Dus al gaan we terug hier naar de 27e op de vrijdag. Evengoed extreem goede winst gemaakt. Maar deze omzet had nog veel hoger kunnen zijn. Dit had echt makkelijk een ton of meer kunnen zijn op de vrijdag. En dat probleem waar ik het net over had, heeft ervoor gezorgd. Voor de mensen die nu denken van ja, Checkout X, het ziet er fucking goed uit. Eigenlijk wil ik dat wel gebruiken. Dat kan. Alleen, ik heb later ook afgelopen week een mailtje gekregen. En hier kun je het ook zien. Due to Shopify's change of their API, we won't accept new Shopify installations after December 31st, 2020. Dus Checkout X mag sowieso vanaf 2021 niet meer. Oké, dus dat is hoe kwartaal 4 voor mij tot nu toe uitziet. Ik ben super tevreden met de resultaten die ik heb behaald. Helemaal omdat het had extreem fout kunnen gaan als ik nu terugkijk. En helemaal naar de stress die ik toen heb gehad tijdens die week. Want je moet het zo zien, ik heb daar toen echt naartoe gewerkt. En als dan op het moment dat je daar moet staan heel veel dingen fout gaan, kom je echt wel in stressmodus. Wat ik dus nu van plan ben om te doen, en helemaal omdat ik in de afgelopen tijd zoveel doelen heb behaald, nieuwe resultaten heb gepakt, maar ook heel veel nieuwe dingen heb geleerd, wil ik mijn cursus Brand Building Secrets wil ik gaan upgraden. En hoe ik dit voor mezelf het beste kan doen, is gewoon als ik de cursus een tijdje sluit, de studenten die erin zitten kunnen gewoon nog toegang behouden tot alles. Daar verandert helemaal niks. Maar ik wil eind januari, begin februari gewoon met een geüpgrade versie komen. Studenten die al student zijn, hebben hier natuurlijk gelijk toegang tot. Dus het gaat super dik worden. Branded dropshipping. Hier gaat een extreem groot gedeelte over dropshipping inkomen. Dit natuurlijk omdat ik hier heel veel ervaring in heb. Dat is waar alles voor mij is begonnen. Oké, om de dag af te sluiten maken we nog even een shishaatje. Ja. We roken niet heel vaak shisha, maar af en toe om een beetje te ontspannen. She got a thing for Chanel vintage that drop before she can speak English. Do you love me and love seeking attention? I mean, which one is it? You keep calling me a twin, but twins ain't this different. Mentally, I'm already on next year. That's some 2020 clear vision. Oké, ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden om naar te kijken. Een iets wat andere video dan normaal. Dus al wil je meer van dit zien, laat het me weten in de comments. Abonneer op mijn kanaal. Samuel Anua, ik spreek jullie later. Ciao, ciao.